ben Verderwind, ik ben 28 jaar en ik ben ontwerper bij de afdeling kunstwerken. Van kunstwerken dan teken ik hoofdzakelijk tunnels, viaducten, bruggen en dergelijke uit. Maar sinds een tijdje zijn we dus met 3D bezig. 3D is een nieuwe trend, een nieuwe ontwikkeling op het gebied van ontwerpwerk. Mijn naam is Sjoerd Hoekstra. Ik werk bij de provincie Friesland en ik ben daar senior projectleider. 3D tekenwerk biedt meer inzicht in complexe ontwerpvraagstukken. Denk daarbij aan details en andere zaken die moeilijk in 2D zijn te ontwerpen. Ik ben Richard Denier. Ik ben de CAD-manager van Oranjewoud. Ik zit al 21 jaar in de CAD-business en de laatste jaren zijn we druk bezig met de 3D-ontwikkeling binnen Oranjewoud. Op dit moment wordt heel veel in 2D uitgewerkt. Doe je dat in 3D, dan heb je dus een heel reëel beeld van hoe de toekomstige situatie eruit komt te zien. De wereld bestaat uit 3D, dus ja, je krijgt veel beter inzicht in de modellen die je maakt, dus de constructies. We hebben hier verschillende disciplines in huis. Dus ik denk aan de werktuigbouwkundigen, de wegenontwerpers. Je hebt dan verschillende pakketten van de verschillende disciplines. Het mooie is met Revit Structure kun je die verschillende pakketten kun je samenvoegen. Je kunt dan het wegenontwerp van de wegenontwerper kun je samenvoegen met je 3D-model. Een mooi voordeel van 3D tekenen ten opzichte van het traditionele AutoCAD tekenen is je werkt nou met één model. In één model worden meerdere doorsneden en aanzichten uitgegenereerd. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één onderdeel, wijzen dat direct door het hele model mee. Dit heeft als gevolg, wanneer je 10 bladen hebt met verschillende doorsneden en details, hoef je maar op één plaats die doorsneden aan te passen en het wijzigt door je hele model. Dit is een stuk efficiënter werken. Voor de tekenaars is het is direct inzichtelijk wat je tekent. Moeilijke details zie je direct werkelijk op beeld. We praten tegenwoordig ook niet alleen maar over 3D, maar over 4D en 5D. En 4D is dan de tijd. Hè. We kunnen planningen hangen aan het 3D-model, zodat je precies ziet in tijd hoe een model zich opbouwt. En dan kun je ook allerlei problemen uithalen. Ja, dan kom je al heel snel in de sfeer van BIM, dus een bouw- en informatiemodel. En het bouw- en informatiemodel wil zeggen dat je al je data van de 3D-modellen in één model stopt. Het voordeel voor de klant met BIM is dat ze de faalkosten sterk omlaag kunnen brengen. Dat zie je voornamelijk in de aannemerij. Dus voor hun is het heel, heel belangrijk dat ze een BIM-model krijgen. En ze vragen steeds meer om het digitaal 3D aan te leveren in bepaalde formaten. Zodat zij die verschillende disciplines bij elkaar kunnen brengen in één model. En dan kunnen kijken waar dingen niet goed zitten. Vroeger met 2D tekenen, ja, dan was het bijna niet te achterhalen waar dingen fout zaten. 3D tekenwerk biedt meer inzicht in complexe ontwerpvraagstukken. Het mooie van Oranjewoud is dat wij alle disciplines in huis hebben en ook bij alle disciplines met 3D bezig zijn.